Fijnproevers die op zoek zijn naar originele en lekkere producten, die moeten zeker eens een kijkje komen nemen in de Flavorshop in Goijk. Ik heb hier Birger naast mij staan, dat is de eigenaar. Dag Birger, mag ik eigenaar zeggen van de Flavorshop? Je mag ook smaakvoerder zeggen. De smaakvoerder, dat klinkt mooi. En lekker zou ik zeggen, waarvoor kunnen mensen hier terecht in de Flavorshop? Het zegt het zelf, allemaal lekkernijen. Allemaal lekkere delicatessen, net iets anders dan dat je op een ander vindt. Is er een rode draad tussen al die dingen die jij aanbiedt hier? Eigenlijk altijd net een productje met een hoekje eraf, eigenlijk net altijd dat tikkeltje anders. Daar gaan wij naar op zoek. Ik heb hier al een klein beetje kunnen rondkijken, maar ik heb heel veel zin om dat nog eens te doen. Mag ik eens rondlopen? Met veel plezier. En Dirk, lukt het om jouw keuze te maken? Wel, Birger, ik moet je iets bekennen. Ik ben een beetje een Italofiel. En ieder jaar brengen wij pasta mee uit Italië. Ja. Maar ik zie dat dat niet meer nodig zal zijn, want het aanbod hier is schitterend, hè, soorten pasta. Ja, we hebben dus de verschillende pastas die wij zelf importeren. De karrewieletjes zijn er zo eentje van. Hè, speciaal modelletje, dat ga je hier eigenlijk nergens niet vinden in België. Mm-hmm. We hebben dan bijvoorbeeld ook de handgerolde pasta, de trofie uit Italië. Echt schitterend lekker. Geeft zo'n iets andere structuur aan de, aan de pasta. Heeft een iets andere beet. Mm-hmm. En dan hier wat ik echt schitterend vind, is in feite de geroosterde fregola sarda tostata. Dat is een geroosterde pasta. Die geeft zo een nootjesachtige smaak aan de pasta. Is schitterend. Met een licht sausje erbij, niet al te overheersend. En echt een ware delicatesse, een smaakbommetje. Nog een klein geimpje. Ik eet graag 's morgens zo appels in de pan, gebakken een beetje. Ik doe daar een beetje kaneel bij. Maar ik denk dat jij als smaakvoeder een paar alternatieven hebt? Ja, zeker. Ik heb een aantal leuke kruidenmelanges op basis van kaneel, maar die eigenlijk net iets rijker zijn dan gewoon de kaneel. Mm-hmm. Ik heb hier bijvoorbeeld de apple pie melange op basis van kaneel, met ook een beetje gember erbij, een beetje vanille erbij. En ja, dat geeft zo een hele andere dimensie aan jouw appeltjes. Ga eens ruiken, hè? Ja, doe maar. Mm. Veel verschillende aromen, zie ik. Veel meer aroma dan enkel de kaneel. En dat maakt het net zo leuk. Dus dat is een goed alternatief. Dat is een zeer goed alternatief. Dat ga ik zeker al meenemen. Ik heb dan bijvoorbeeld ook nog de pumpkin pie spice. Heb ik speciaal laten mengen voor ons, bij mijn leverancier. En ja, geweldige melange, ook op basis van kaneel, met dan een beetje kruidnagel en Jamaicaanse piment. Er zit veel in, hè? Veel verschillende aroma's in. Hè? Ja, heel veel laagjes erin. Mijn appels gaan nog beter smaken. Absoluut. Niet enkele alternatieven voor kaneel. Birger, het aanbod is gigantisch, van soorten kruiden hier. Ja, dat is in feite een beetje waar alles mee gegroeid is bij de Flavorshop. Alles rond kruiden en specerijen. We hebben zo meer of 40 soorten zout staan, meer of 40 soorten pepers. We hebben een heel aantal curry's en andere kruiden. En wil je jouw gerechtje op smaak brengen, dan moet je echt wel naar hier komen om eigenlijk die final touch aan jouw gerecht te geven. En als ik wat uitleg wil, want het aanbod is zo groot, dan ben jij er ook om die mensen uitleg te geven. Uiteraard. Wij helpen met raad en daad. En dat is een beetje onze filosofie, onze insteek. Mensen helpen genieten, dat is onze basisdoel. Birger, je hebt mij al geholpen met lekkere pasta, speciaal kruid. Ik zoek nog een goede olijfolie. Dan ben je hier zeker aan het goede adres. We hebben heel veel soorten olijfolie, maar dat kan je eigenlijk beter proeven om zelf je eigen smaakprofiel te bepalen. Dus ik stel voor dat we eventjes naar de bar lopen en daar proeven. Wel Dirk, ik heb hier al een paar olietjes klaargezet en we gaan ze eens proeven. Hè. We gaan beginnen met de frité vert van Valdition. Frité vert, dat zeg het zelf, dat is van de groene olijfjes gemaakt. Dat geeft een hele frisse olijfolie, een beetje peper in de keel, hele frisse aroma's in de wangen, een beetje bitterheid. En hoe dat je eigenlijk olijfolie gaat proeven, ik zal jou hier eentje geven. Je gaat eigenlijk de olijfolie eerst in je hand plaatsen. Dan ga je andere hand er bovenop houden en je gaat de olie een klein beetje opwarmen. Oké, om de smaken... Om de smaken los te maken. Je doet dat een paar secondjes en dan gaan we eens ruiken nu. Dan ga je zien dat die aroma's helemaal vrijkomen en dat het heel fris is. En hoe dat je nu de olijfolie gaat proeven, is in feite gewoon naar binnen zuigen. Gewoon naar binnen zuigen? Ja, zo tussen de tanden door en dan over je tong laten glijden. Peper in de mond, maar wel fris, hè? De frisheid, de aroma's, de artichok, grassige toetsen. Lekker. Heel fris, heel aromatisch. Het is een blend van 4 soorten olijven en dat geeft die mooie balans in de olijfolie. Maar je hebt ook nog een andere soort staan. Het leuke is effectief dat daar in de Provence ook op een andere manier die olijfolies worden gemaakt en die worden daar
rijp geplukt. Okay. Ga je echt wel die zwarte olijf gaan proeven. Mm. Het speciale ook is dat ze die ook nog eventjes gaan laten fermenteren. Dus die gaat eigenlijk een iets of wat donkerder karakter krijgen. Gaat een beetje chocoladetoetsen geven en een beetje truffel- en champignon-aroma's. Mm. We gaan lekker. Opnieuw op dezelfde manier proeven. Oké. Okay. Dus alsjeblieft. Op de hand. Op de hand eventjes warmen. En dan voilà. In een teugje. En in een teugje. Het is uiteindelijk olijvensap. Dus gezond, hè? Gezond. Proef je het verschil? Mm-hmm. Proef je de romigheid, de zachtheid, helemaal geen peper in de keel. Mm-hmm. Super zacht. Ronder. Heel rond, heel vol van smaak. En eigenlijk ideaal op bijvoorbeeld een klein stukje vis of vlees, maar ter afwerking. Niet om te bakken of te braden. Klein beetje gesorteerde groentjes, een beetje olijfolie erop. Carpaccio, tartaar, schitterend. Heel lekker. Mm. En dan heb ik hier ook nog een Italiaanse olijfolie bijgezet. Maar het speciale hier is dat die heel lichtjes is gerookt. Dus op een beetje carpaccio van gerijpt vlees of zo komt deze bijvoorbeeld heel schitterend tot zijn recht. Gewoon zelfs met een klein stukje brood. Je maakt al een compleet andere ervaring. Je maakt het volledig af ook, denk ik. Je maakt het volledig af door gewoon een andere olie te gaan kiezen. Echt een fijne ontdekking. Je kan hier voor vele originele en lekkere dingen terecht en zelfs voor workshops, nee? Ja, inderdaad. We doen regelmatig workshops in verband met onze producten om die eigenlijk te laten leren kennen aan de mensen. En dat gaat over alle mogelijke onderwerpen eigenlijk? Over alle onderwerpen. Evengoed over onze sterke dranken, rum, gin, whisky, maar evengoed dan ook kookdemo's, bijvoorbeeld Italiaans koken of is een olijfolie tasting of een theedemonstratie, dat soort zaken. Ja. Birger, het aanbod is onvoorstelbaar groot. Ik ben al een beetje aan het denken aan de komende feestdagen. Ben ik hier aan het juiste adres, denk ik? Je bent hier zeker aan het goede adres, Dirk. We hebben zowel kant-en-klare pakketjes, maar je kan ook evengoed iets samenstellen op maat. Gaande van een flesje wijn met pasta en wat kruidekjes. Of evengoed een flesje whisky of rum. Groot budget, klein budget, middelmatig budget. Alles op jouw maat. Voor elk wat wil ze hier te vinden. Mensen die willen komen kopen en kijken, die kunnen dat wanneer? Natuurlijk tijdens onze normale openingsuren van dinsdag tot zaterdag zijn wij open van 10 tot 6 en op zondag voormiddag. En met de feestperiode die eraan komt, doen wij ook extra open op zondagnamiddagen in december.